Ik ben Nederlands kampioen geworden, eerste plek. Dus hier staan twee kampioenen uit Poelenburg voor mij, die kampioen zijn geworden van Nederland. Ja, in onze eigen categorie wel, ja. Je traint er hard voor en dan bereik je wel een doel. En dat vind ik er wel leuk aan. Het doel is dan winnen? Of ja, of gewoon je best doen. Ja, ik zit nu al 4 jaar te karaten en ik train 5 keer per week. En waarom ga je altijd? Omdat je bij elke les kan je altijd iets leren. Reageert het publiek? Nou, iedereen zat voor haar te juichen. En omdat het zo'n ontzettend talentvol meisje is? Ja, gedreven. Dit was heel goed. Ja, en je hebt ook altijd plezier daar. Er zijn vaak kinderen van je leeftijd om mee te trainen. Sommige trainingen zijn echt, daar moet je echt hard voor. Dan moet je echt hard je best doen. Ik ben Sammy en ik ben 11 jaar en ik woon in Poelenburg. Ik had voor het laatst iets gebroken, waardoor ik een lange tijd niet kon trainen en 2 wedstrijden heb gemist. Ja. Ik zelf vond dat wel jammer. En, ja, het NK was gelijk het eerste toernooi waar ik aan mee heb gedaan. Spannend, want ja, het is wel een beetje eng als je net iets hebt gebroken en dan gelijk gaat beginnen weer met zo'n groot toernooi. Ik was ervoor gegaan en ik dacht, ja, risico's moet je af en toe nemen in het leven. Ze horen erbij. Het leukste, zeg maar, vind ik eraan. Het is vechten op een respectvolle manier. Ik train hier elke dag. Zondag train ik niet. Op een zaterdag af en toe. Gewoon hier in Poelenburg. We worden vaak slechts in het nieuws afgebeeld. Maar eigenlijk is dat niet zo, want als je hier zelf komt, dan zie je alle activiteiten en de kinderen die hier rond spelen. En alle dingen rondom Poelenburg. En eigenlijk is het niet zo erg als je er zelf bent. Ja, het is zelfs ook leuk. Soms zijn er ook leuke dingen in Poelenburg. Zoals de sportscholen en... Ik zit nu 4 jaar op wedstrijd karate. En in die 4 jaar heb ik zeker meer dan 45 prijzen gewonnen. Waaronder het EK WADO. Toen was ik een keer 3e geworden. En het NK van nu en het NK WADO enzovoort. En karate, gaat het alleen om vechten? Nee, karate is hard werken, respect hebben voor elkaar en voor je tegenstander en voor de scheidsrechters en daaromheen. En veel doorzettingsvermogen en discipline. Ja, ik zit op de VBO-school Pascal College. Ja. En ik heb het zelf ook best wel druk met huiswerk af en toe en leren voor toetsen. Maar ja, niet specifiek wat ik wil worden, maar ik wil wel de geneeskunde in. En het lijkt me een heel leuk vak om mensen te helpen. Ik was een keer voor het eerst naar de huisarts gegaan. Omdat, ik weet niet meer, ik was ziek. En toen zag ik huisartsen mensen helpen en beter worden. Dat leek me wel leuk om dat ook zelf te doen. Ja, mijn zusje is ook afgelopen weekend samen met mij eerste geworden. Dat is ook haar eerste NK. Zelf is ze ook hoogbegaafd. Dus je komt uit een hele slimme familie. Ja, er lopen hier ook in Shoku Gym, lopen zelf hier ook heel veel slimme kopjes rond. Ja, ik wil ook nog doorgaan naar de Olympische Spelen. Jaden van der Eerde en Vanessa Noorten willen zelf ook naar de Olympische Spelen gaan. Oh, dit was mijn eerste keer dat ik getoond werd. Het is wel spannend voor jou, denk ik. Mm-hmm. Nou, ik denk dat er nog wel heel veel meer keren gekomen zijn, niet? Ja, als ouder wordt er wel, ja. Nou, als je zo goed blijft presteren, dan weet ik het wel zeker. Hey, veel succes allebei!